Niet. Nou, sowieso, humildheid en genade. Het is nooit te laat om te leren, zou, zou, zou ik willen zeggen. Maar. <laughs> maar. Heb, jij, heb jij niet eerder in je leven ook zelf te maken gehad met situaties, momenten. waarin, uh, waarin mensen jou als niet net niet helemaal Nederlands zagen? Maar ik heb. Ja, uh, jawel, maar ik heb dat nooit groot gemaakt. Kijk, in mijn leven. Ja, je moet je... ja, maar dat, dat doet er niet toe. Nog even los van jouw reactie, hoe je, wat je daarvoor vond enzovoorts. Ja. Heeft de situatie zich voorgedaan? Ja, dat ik niet Nederlands ben. Nee, dat, dat iemand jou waarnam, percipieerde ja. als, als, als niet, niet Nederlands. Of, 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 uh, of gewoon dat heel expliciet maakte. Ja, dat is regelmatig gebeurd. Oké. Okay. Oké, okay, maar, maar dat hele idee dus dat die omgeving je defineert en, 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 en je, je eigenlijk geweld aandoet, dat, dat is dan bekend. Nee, maar ik heb dat nooit zo, dat is het rare. Dat heb ik nooit zo gevoeld. Ja, oké. Okay. Dus, dus um, uh, ik ben het pas. Uh, waar je altijd voor moet oppassen is dat je te veel vanuit jezelf redeneert. Dus hoe je zelf reageert, dat anderen ook zo reageren. Mm -hmm. Dus ik heb heel lang gedacht, nou ja, boei als mensen dat zeggen, dat is gekkies. Uh, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Maar dat is uh, als je klaver heet, ook even zeggen. Dat heeft niet alleen met je karakter te maken, maar ook met de omstandigheden. Ik was al op jonge leeftijd, kwam ik in de tweede kamer en was ik kamerlid. Ik heet klaver. Dan is het misschien ook net iets makkelijker, omdat allemaal uh, te absorberen. Zeker, uh, zeker, zal ik maar zeggen. Dus ik zeg op geen enkele wijze, als je dat wel aantrekt, dat dat jouw schuld is. Dat zou rechts doen. Dat is, dat is verkeerd. <laughs> dat, 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 dat wil ik niet. Uh, en je moet oppassen dat je het niet te veel uh, redeneert van hoe jij reageert, dat iedereen de rest van de wereld ook zo is. Mm. Maar je moet je voorstellen hoe ik ben opgevoed uh, door, mijn, uh, uh, ja, door, door mijn familie. Dus je trekt je van niks of niemand iets aan. En wat andere mensen ook zeggen, uh, wat het doet, is dat wij van je houden uh, en de rest is niet belangrijk. Mm -hmm. En dat is hoe ik mijn kinderen probeer op te voeden uh, en dat is hoe ik ben opgevoed. En dat betekent dat ik uh, ik krijg zoveel bagger over mij heen als politicus. Dat mm -hmm. is echt. <laughs> en ik kan je oprecht zeggen, I don't care, omdat ik uiteindelijk ik wil het allerbeste doen van de wereld voor de wereld. Uh, ik geloof dat politiek daar een belangrijke bijdrage in kan leveren. Ik ben politiek actief geworden na de opkomst van Pim Fortuyn. Precies om wat jij zegt. Ik zag in één keer dat politiek niet ging over wetten maken, maar over het, dat het over de toon en de taal gaat en de woorden die ertoe doen. Mm -hmm. Hij heeft geen wet gemaakt, maar het sfeer in het land sloeg om naar veel meer vijandigheid richting andere, richting andere culturen. Ik dacht, wat hij kan, dat, kan, dat kunnen wij ook. Mm -hmm. Maar dan de, weer terug de, andere, terug de andere kant op. Uh, maar ik trek mij gewoon nooit iets aan van wat, er, van, van wat er wordt gezegd of wordt gedaan. Ik heb mijn kompas. En wat voor mij belangrijk is, is de mensen die mij echt kennen uh, of die van me houden. En dat is in dit geval mijn familie. Is je wordt ouder, je familie ja. wordt uitgebreid met hele goede vrienden. Met mensen die je dus ook weer zelf kiest: hele goede mm. vrienden. Mm. Uh, mijn vrouw, je, je eigen kinderen. En dat is wat voor mij telt. En uh, de rest. Wat ze ook over me zeggen, wat er ook gebeurt. Het komt. En dat, is, dat, is, dat, dat komt gewoon niet binnen. Kijk, in het boek schrijf ik hier ook over. Hè. Dus ik, 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 schrijf, ik geef allemaal voorbeelden van uh, verschillende oh. situaties waarin in een omgeving je een uh, etiket uh, opplakt. En tegelijkertijd werk ik toe naar een positie waarin ik zeg. van Ja, maar wacht even, je kunt ook terugduwen. Dus er is ook. Je hebt ook manoeuvreerruimte. Je kunt ook. Um, je, Ondanks die etikettering van die omgeving kun je weigeren om je te laten vermurwen tot die ene enkelvoudige identiteit. En blijf je ontelbare identiteiten omarmen. En dat, en dat formuleer ik dan als een verzetstaat. Maar ik denk toch, kijk, het is als ik het heb over identiteiten. Dat is in het boek gewoon één invalstek. Maar dat, dat heeft natuurlijk ook een hele materiële dimensie. Het gaat ook gewoon om. Om allocatie van middelen. Het, het gaat nee. hier ook om uh, geld, goederen. Uh, het, het gaat om kansen op de arbeidsmarkt. Het gaat om uh, uh, misschien uh, uh, te maken hebben met politiegeweld, dus ergens ook die hele dimensie. En, en dat moet natuurlijk ook altijd benoemd worden. Want anders krijgt het uh, op een bepaalde manier ook een iets te lichtvoetig en lichtzinnig uh, karakter. Want dan lijkt het alleen maar te gaan over, laten nou, we zeggen, een soort van. Nee, ik bedoel niet dat jij dat bedoelt hoor, maar überhaupt met het onderwerp. De um, kopingsstrategieën van het individu. Nou, en, en daarom wil ik... Ga nee, ma, mag, mag ik ik, weer terug nee, naar nee, de politiek. Nee, zei, ja, ja, zeker. Maar, mag, mag ik daar ja, iets profileren? Zeker? Nee, 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 arbeidsmarktdiscriminatie. Nee, zeker. Maar mag ik daar dan ook nog... toch, toch want, Daar uh, moet de politiek ook een stokje voor steken. Ja, dan en dan stoppen het, en werk van gaan maken. En, en, en tegelijkertijd moeten we het ook hebben over kopingsstrategieën. Daar ben ik, ik het individuen. volstrekt mee eens, maar ik heb... Altijd, ik heb nooit, ik heb tot nu toe niet zoveel gesproken. Bijvoorbeeld over mijn eigen afkomst of de kopingstrategie. Of hoe ga je daarmee om. Uh, en dat heeft ermee te maken dat ik het altijd wat aanmatigend zou vinden, zeg maar, om daarover te praten. Of dat uh, toch merk ik hoe belangrijk het is, hoeveel reacties ik krijg van, van jonge mensen met een migratieachtergrond. En die zeggen oh, superfijn. Uh, Want het helpt me weer om, om, het, om het een plaats te geven. Dus mm. dat is wel degelijk belangrijk. En ik denk dat, dat nou, jij hebt daar een rol in. Ik als politicus, zie ik mm. zelf ook. Dat is, ook, dat, dat is ook belangrijk om het over te hebben. Maar het is niet het probleem van het individu. Uh, en dat is wat mij altijd ook terughoudend heeft gemaakt in dit soort dingen zeggen. Omdat het namelijk een systeemprobleem is. Ja. Uh, als kind. Ja, het is, het is anekdotisch dat op school wordt gezegd dat jij zegt. Het wordt, ik had een docent die zei het wordt nooit wat met jou. Ja. Was het maar een anekdote. Ja. Het staat namelijk symbool voor hoe het nog veel te vaak in het onderwijs gaat dat kinderen. Uh, met een migratieachtergrond, ja. uh, te laag worden uh, geadviseerd. Het is nog steeds zo dat ze ma minder makkelijk stageplaatsen kunnen vinden. Het is nog steeds zo dat er arbeidsdiscriminatie is. En het allerergste is er, vind ik, dat daar de afgelopen jaren... door de politiek gewoon geen fluit aan is gedaan. Dus er wordt altijd gezegd, het is superurg. Dat gaan we echt allemaal we aanpassen. En het verandert geen fuck. Ja. En uh, als je geen anderhalve meter afstand van elkaar houdt... Dan kan je een boet krijgen en een strafblad. En je kan als bedrijf gewoon discrimineren wat je wil, en ja. er komt nooit iemand langs om jou op, je, op de vingers te tikken. En dat moet echt veranderen. Uh, en en dat is, dat bedoel, daar heb ik ook voorstellen voor gedaan. Uh, ik vind namelijk dat die straf dik omhoog moet uh, en dat we het moeten opsporen en dat we de randen moeten opzoeken van wat daar wettelijk uh, mogelijk is. Mm -hmm. Omdat mm -hmm. nu maken we van racisme uh, en van uitsluiting maken we een individueel probleem. He, dus mijn probleem bij Rutte was toen hij zei... Ja, maar je moet nooit opgeven. Daar ben ik het mee eens. Maar dat is geen politieke strategie. Dat is namelijk als je hebt over de verantwoordelijkheid van de politiek... daarmee leg je het bij het individu. Ja. En de politiek heeft de taak om het systeem wat mensen tegenhoudt te veranderen. Dat is waarom ik in de politiek zit.